Wat heeft u gevoeld? Wat is er met u gebeurd tijdens de survival? Ja, u wilde wat zeggen? Neem de tijd. Sorry, maar ik zie het niet zitten. Ah, en waar ging het mis? Vond u dat u te weinig te zeggen had of werd er misschien juist te veel aan u overgelaten? Woody, dit wordt niks. Wat is dit nu weer voor bullshit? We hebben gewoon veel en veel te weinig ervaring om dit goed te doen, ja? Ik ben gewoon kok, ik kan heerlijke gerechten maken, maar dit... Leon, word eens wakker. De wereld is meer dan alleen maar een mooie keuken. Ja, ik speel elk jaar voor Sinterklaas, Kerstman, Paashaas. Ja, het gaat toch goed? Ja, als we dat zo willen houden, dan moeten we met onze tijd mee. Survivals teamtrainingen zijn een goudmijn. Pa zo trots op ons zijn. Ach, jij altijd met je pa. Shit. Zal ik het even doen? Kom maar. Handen en voeten omhoog, Gordon. Dat is het mooiste wat er is. Met de vloer boven je. Ja. En als papa dat doet, dan is je heel klein. Maar toch heel sterk. Jij bent veel te bescheiden. Jongens als jij horen niet in de uitverkoop. Aanvalskleuren. Broek aan. Nee? Tata! Niet zo scheiterig, haar. Ik trek echt die cocktailjurk niet aan. Ik lijk wel een ijslolly in dat ding. Oké. Weet je, soms zou ik mama zo kunnen vermoorden. Ja, kom maar. Maar je kunt toch niet tegen een rechte muur opklimmen? Oh, die jongen is een van de beste klimmers. Concentratie, discipline, souplesse. Ja. Heeft dezelfde mentaliteit als ik. The sky is the limit. Maar die trainster van hem heeft dat niet. Die neemt de kinderen mee naar het klimmen. Hoe ziet hij eruit? Knap. Ja, dat is goed voor de foto's. Ja, als je een paar jaar ervaring hebt, dan krijg je een neus voor dat soort dingen. Maar ze zullen het vanavond wel waar moeten maken. Mijn bedrijf heeft een degelijk imago. Ja. De eerste groep kan toch niet afgezegd worden? Smile, man. Ik ben maar kok. Dat is wat je denkt, toch? De schande van het gezin, de zwarte vlek van de familie. Maar ik ben trots op wat ik doe. Pa is dood. Dood? Dood, Woody. En ik zal je dit zeggen. Zijn dood was voor mij ook een opluchting. Leon, Leon, luister nou toch even. Sta je nou niet aan, Leon! Waarom moet ik me steeds naar jullie richten? He, laat me toch eens met rust. Ja, zelf kom je nooit met nieuwe ideeën. Elke maand een nieuw huismenu, elke week een andere specialiteit. Ja, recepten. Ja, dat is mijn vak. Je bent gewoon bang om iets nieuws te proberen, jongen. So what? Leon, morgen staan hier 60 goed betalende klanten op de stoep. Ja, dat is schrikken, hè? Maar papi heeft geld nodig en daarom ziet mama nou er zo uit. Ook al lijkt ze nou precies op een smurfeestje. Zeg, hoe laat had je met die Roos afgesproken? Nou, nu of zo. En dan gaat Roos jou allemaal verhaaltjes voorlezen. Hè? Of Klein Duimpje en de Reuzin. En Ali Barbara en de 40 roosters. Roos is hem gesmeerd. Kinderen zijn niet vies hoor. Gordon kan niet mee. Laat dat maar aan mij over. Ik leg het die sponsor wel uit. Het is allemaal roosters schuld.
Verstandig van je dat je de kleine hebt thuisgelaten vanavond. Een volle beurs en een harde kop. Dat brengt mensen naar de top. Oude Veluwse wijsheid. Leon, luister nou even. Jij was toch eerst ook enthousiast over deze plannen. Je kunt me toch niet zomaar laten stikken, Leon. We staan morgen. Het is ook jouw restaurant. Shit. Tuinman heeft helemaal niets over ons te zeggen. Dat zal ik hem vertellen ook. Ja. Jij houdt best een beetje van de auto's, hè? Ja. Laat hij zijn eigen vrouw gezieken. Monique, alsjeblieft. Ontspan jij je nou maar, hè? Jij moet je concentreren. En dat met die duim, dat komt heus wel goed. Je hebt zo vaak snee in je vingers. Daar verbaas ik me vaak over, weet je dat? Ik zal 1000 keer zijn flauw gevallen, echt waar. Weet je, ik ga eens even met die sponsor praten. In zo'n jurk als dit durft hij me heus niet tegen te spreken, wedden? Nee, zo'n sponsor moet je gewoon een koekje van eigen deeg geven. Vriendelijk glimlachen en ondertussen een naaldtak in zijn voeten boren. Monique, alsjeblieft. Die man wil misschien mijn training betalen. Ik wil je alleen maar helpen. Ik hoef niet geholpen te worden. Nou, ik ga naar het dorpfeest, lol maken en me bezatten. Vanavond en morgen. Moet ik houden, mond? Omdat papi dat wil. Ja. Mama gaat voor papa heel erg best doen. Ja. Mama gaat niet plat praten, niet meezingen, niet meepraten over politiek, niet dansen op de bar, niet strippen op de bar. Dan moet ik soms ook de vlotte en slimme jongen uit gaan hangen, hè? En trots zijn omdat ik met een nieuw trucje weer zoveel mensen een poot heb uitgetrokken. Tjaka kassa. En volgende week dan neem ik jou gewoon mee naar mijn werk. Hè? Met het personeel lang genoeg gezeurd over kinderopvang. Promise haar. Wat jij wil, kan ik niet, Woody. Dat kan ik niet. En als er geen opvang komt, dan zetten we jou gewoon bij de baas op zijn kantoor. En dan moet je heel hard gaan krijsen, omdat papa dat wil. En nu gaat mama heel stil zijn. Kijk uit! Pas op! Koren en Monique waren op slag dood. Omdat Monique geen gordel droeg, werden ze samen tegen het dashboard gedrukt. Maar ook met gordel had het fout kunnen gaan. Want bij hard remmen wordt een kind tussen de volwassenen en de gordel geplet. En daarom mogen kinderen absoluut niet voor in een auto. Harry raakte licht gewond. Wel houdt hij voor de rest van zijn leven een geweldig schuldgevoel. Omdat hij simpelweg voorrang had moeten geven. Woody en Leon zijn er nog redelijk goed vanaf gekomen. Wel houden ze voor de rest van hun leven kans op nekklachten en duizelingen. En het is onduidelijk of ze überhaupt nog met het restaurant verder kunnen.